vandaag een verre verplaatsing. Allee, ja, eigenlijk valt het wel mee, want we zijn hier in Leuven, aan de bossen van het Meerdalwoud, nabij ons favoriete clublokaal. En vandaag gaan we gravelen. Gravel? Waarom gravel? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Wat verwacht je nu precies van de gravel? Ik weet het niet goed. Het is zo... Ik heb al een beetje mountainbike vibes, maar het is ook niet echt mountainbike. Maar ik heb ook wel een beetje Gran Fondo vibes, maar het is ook niet echt Gran Fondo. Ik vraag me vooral af, gravel, als ik gravel hoor, dan denk ik vooral aan barbecue en bier na de wedstrijd. Dus ik ben benieuwd of dat echt is. Staat me wel, Matthias? Ik vind het wel, ja. Komen ideetjes? Is dat het meest ijdel truitje? Dit is een zeer ijdel truitje, maar we hebben ook betere truitjes, maar hier kan je perfect een snelle wedstrijd mee rijden. Is dat de ideale graveltrui? Daar kan je zeker goed mee grijpen. Te ijdel voor grijpen. Komt goed, komt goed. Sammy, wat gebeurt er nu? Wat zie ik? Ja, de toppen, hè. Het is gewoon eens voor eens te zien wat dat geeft. Oh, ja. Ja. Weinig ambitie, gewoon, gewoon eens even genieten van ja. Goed weer, grap of fietsje. Komt goed. Gewoon een kei leuke dag. Nee, ik heb er zin in. Het parcours heeft me overtuigd. Ik heb al iets gereden, een paar weken geleden. Okay. Wat moet ik verwachten van de gravelwedstrijd? Een veel relaxtere sfeer als een echte Gran Fondo. Okay. Alhoewel, ik weet niet of hier het geval gaat zijn. Wat ga je doen? De fiets is daar? Ja, ik moet even naar het toilet nog. Dat is stress? Begint te borrelen allemaal. Oké, okay, dan gaan we later gaan. Ja, en ik denk dat die meneer daar dat hij ook de nodige stress heeft. Hallo, hè. Ik dacht ook, gravelen, dat is na de wedstrijd, barbecue en bier. Ja, is dat vandaag ook? Bier, oké. Aperol. Ik mis mijn cocktail. Mijn aperol, aperolke. Pak ik aperol. Aperol. Vlag interview. Eén vraag. Eén vraag. Bier of aperol? Bier. Pas op. In de feestent. Ik dacht, gravel, dat is bebaarde mensen, maar waar is uw baard? Hier is mijn baardje. Zeg jij als volwaardig gravel specialist? Nee, maar... Wat kan ik verwachten van een gravelwedstrijd vandaag? Het is de eerste keer voor mij. Voor mij de tweede keer. Okay. En de eerste keer heb ik met de mountainbike meegereden, dus eigenlijk is het voor mij ook mijn doel. Spannend. Ja, heel spannend. Ja. Dat kennen ze maar niet. Eén vraag. Jij als gravel-specialist, ben je gravel na de wedstrijd, is dat dan ook aperol of bier? Bier en worsten. We noteren dat. De laatste post voor u, bier en worsten. Ja. Oké, okay, deal. Pak al. Ja, dat is... redelijk Gran Fondo-like start. Ik zou zeggen... hapje eten. Gezond hapje. Let's go gravel. Broek aan, deze is gravel. Geweld. Ik begin erin te komen in die gravel. Meer en meer mijn ding aan het worden. Ik vind het op zich wel oké nu. Ik vind het goed. Zelfs passeren de renners hier voor de derde keer. Dus we gaan eens kijken waar we een mooi plekje kunnen scoren om onze renners aan te moedigen. Ja, qua categorie klim zou ik zeggen iets tussen de Jouw en de Rosier, maar een beetje ruiger ondergrond. Hoppa, hoppa! Op, kom aan, man.
Het laatste stuk groepje moeten laten lopen. Tussen de 10 en de 20ste, denk ik. Zwaar, hè? En ook in de winkel. Geamuseerd? Enorm. Afgezien. Hoe was de vergelijking dan Fondo gravelwedstrijd? Ja, heel anders. Het is, je moet constant geconcentreerd zijn. Dus, allee, het is heel anders. En een interval. Komt daar vooral, ik moet constant geconcentreerd zijn. Dus ik weet niet of dat gravel iets voorbij is dan. Oh, hier te filmen. Hoe was het? Goed, hè? Leuk. Maar wel een heel leuk event. Ja? Echt van genoten, ja. Ja, na zo'n val moet je altijd een klein beetje terug erin komen. Ja. Dus, maar, ik zat toch nog moe als ik hier door kwam de laatste keer. Ja, dacht ik ook, ja. Tot ik aanzette. En toen zeiden mijn benen, Ik zou het zeker aanraden, maar ik heb veel Gramfondo van ons team gezien. Die zeiden, dit doe ik nooit meer. Ik denk dat het persoonlijk is, maar dat is een beetje als de Strade Bianchi. Als je die ene keer rijdt, is het ofwel liefde op het eerste gezicht, ofwel zeg je nee. Nee, dat is, en bij mij was het liefde op het eerste gezicht. Op de derde plaats, winnares van de bronzen medaille, Kathleen Luipaert. Second place, silver medal from Belgium, Veronique Florizone. Zeg, Christophe, hoe is het dan nu bevallen? Wat denk je, gaan we gravelen? Ik weet niet, ik vond het wel een heel leuk sfeertje. Braadworst en bier beviel mij wel. Het is wel een hectische start, maar dan daarna vond ik het wel heel leuk. Dus ik weet niet, maar het probleem is, ik heb geen gravelfiets. Eerst gravelfiets fixen en dan kunnen we ons kwalificeren. Wat denk je? Dat lijkt mij als een plan voor 24. Oké. Gravel 2024, here I come.